aangekruist. Hij is blijven zitten tot het zeker eind. Frank Borsman. Nou, ga je gang. Barslos. Dank je wel. Nou, ik kan natuurlijk niet achterblijven. En ik wil even iets vertellen over hoe Tini Muskens in de afgelopen dagen in de bladen en op de media herdacht is. En ik heb eigenlijk zelden zoveel lovende woorden over een gestorven bisschop gehoord. Ik heb geen onvertogen woord in de media gehoord. Iedereen noemde het broodjesincident, zal ik maar even zeggen. De rode bisschop, de linkse bisschop, de echte bisschop, de herder. Hij is postuum heilig verklaard. Ja. En een van de mooiste die ik tegenkwam, kwam ik vanochtend tegen op de site nieuwemoskee.nl. En daar is Abdul Wahid van Bommel, die zegt dat Tini Muskens is naar Allah. En dan zegt hij, de laatste bisschop van Nederland. Een heerlijk mens. Hmm. En Bruce, is hem recht gedaan in de media? Ja, ik denk het wel. Muskens voelde zich ook verwant aan journalisten. Journalisten, priesters en kunstenaars, zeiden dat die staan er allemaal een klein beetje buiten de samenleving en kijken ernaar. En daarom kon hij het ook goed vinden met journalisten. Ja, goed. Ik heb hem ook zelf wel heel mooi. Ik ben zelf theoloog en theologiestudent geweest. En hij heeft ooit tegen mijn collega's van de toenmalige Katholieke Theologische Universiteit heeft hij iets heel moois gezegd. En dat wil ik graag even laten horen. Ik heb nu al zo vaak gezegd, onder andere met lezingen tegenover de Theologische Faculteit van Tilburg, als een student nou een tentamen gaat doen, laat hem eerst eens nadenken of hij sinds het vorige tentamen een AIDS-patiënt heeft omhelst, een buitenlander heeft leren, Nederlands heeft geleerd, enzovoort. Ja, ja. En ik moet helaas, ik ben gezakt voor zijn tentamen. Oh ja? Omdat je dat niet gedaan hebt? Omdat ik dat niet gedaan heb. En zijn nagedachtenissen zijn ons blijven tot zegen wat dat betreft. Ja. Amen. Amen. Dan iets leuker, maar toch wel ook weer een klein beetje dramatisch. Want ik wil namelijk een nieuwe film aankondigen. Religieuze, Franse film, maar Nederlands ondertitel, draait die bioscopen. En dat gaat over een 16-jarige Suzanne, een zoveelste dochter, verschrikkelijk rijk, 18e eeuw. En de vader kan de bruidsschat niet meer betalen. Wat gebeurt er dan? Dochter van 16 wordt in klooster gedumpt. En dat gaat niet goed. Vous enterrez. Sachez qu'aucune demoiselle n'est jamais devenue religieuse contre son gré. Marie-Suzanne Simonin, remettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance? Non, mon père. Dieu a refusé que je mente. Tu es bien orgueilleuse. Mais c'est quoi cette mélancolie? Ne pas avoir la vocation. Ja, nou, ze wil in ieder geval niet. Ik heb het Frans niet zo heel erg snel kunnen volgen, niet zo heel erg goed, maar ze wil in ieder geval niet. Ja. En ze wordt geconfronteerd met drie verschillende moederoversen. De eerste moederoverse is eigenlijk heel vriendelijk. Die wil haar ook helpen om die roeping te omarmen die ze helemaal niet heeft. En ze wil ook helemaal niet het klooster in. Dan krijg je de tweede moederoverse. Dat is echt een bitch, een kreng. Die vernedert haar, die slaat haar, die doet alle clichés wat wij misschien soms van middeleeuwse kloosterorders hebben. En dan heb je de derde moederoverste. En die heeft lesbische liefde voor deze jonge non opgevat. En je ziet hen allebei worstelen met verboden erotische verlangens. Ik vind het een hele mooie film. Tenminste, ik heb hem nog niet helemaal gezien, maar ik heb fragmenten gezien. Ik ga hem zeker in de bioscoop kijken. Hij draait nu al in de bioscoop? Ja, hij draait in de bioscoop. Okay. En het is gebaseerd op Diderot's roman uit 1796... die toentertijd verboden is door de katholieke kerk. Deze film is niet verboden. Okay. De katholieke kerk. Dus we zijn toch iets vooruit gegaan met z'n allen. Dan krijgen we, je hebt misschien wel gevolgd de afgelopen week of weken, dat er in het Bosse bisdom vaak nog wat incidenten zijn. Over verboden in de katholieke kerk gesproken. Ja, met wat een opstandige parochie is genoemd wordt. Ruzie met het bestuur, bisdom erbij, muts uit. En wat schetste mij een verbazing, dat vorige week het zogenaamde professorenmanifest is gelanceerd. Hè, ook op de gelijknamige website, professorenmanifest.nl. En hebben ze een brief geschreven, 30 hoogleraren, tegen de uitholling van de lokale geloofsgemeenschappen. Dat is aan het hele Nederlandse episcopaat gericht. En daarin zeggen ze eigenlijk tegen de bisschoppen, jullie moeten die lokale geloofsgemeenschappen niet één voor één wegslopen. Ja. Ten gunste van eucharistische centra vlakbij de bisschop en het bisdom. Begin even, Arjan. Hoe stond Muskens daarin? Hè? Dus progister is geen geld meer, er moet gefuseerd worden. En een soort liturgische uniformiteit. Dus geen leken voorgangers meer. Hoe stond hij daarin, Muskens? Ik weet dat hij groot respect had voor de lokale geloofsgemeenschappen. Mm. Hoe hij precies omging met deze kwestie, dat weet ik niet precies. Ik weet dat ze daar beleid op hebben gemaakt. Waarin zijn uitgangspunt was om ook maar wat, zeg maar, of ten dode
opgeschreven was, te laten sterven. Ja. En te kijken wat er nog over zou blijven aan vitaliteit. Ja, ja. Maar, dus, maar want hij ging bijvoorbeeld ook naar de 8 mei-beweging. Daar gebeurde ook op liturgisch terrein de zaken. Kritisch. Ja, hij was heel kritisch. Maar hij was, durfde dan daar ook wel weer kritisch te zijn. Ja. Dus wel een vent met ballen wat dat betreft. Ja. 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 Maar in die zin dus een echte bruggenbouwer ook. Hè? Dus ook zeg maar, wel naar 8 mei-beweging gaan, maar wel daar ook een pleidooi voeren voor wat de bisschop, en bij de bisschop weer een pleidooi voeren voor wat daar leeft. Ja, en dan durf je echt, dan weet je ook de taal van allebei de kampen te spreken. Dat is heel erg knap. Ik wil er even melden dat onder andere bij de ondertekenaars zijn Piet van Hooijdonk, Theo de Cruijff en Peter Nissen. Mensen, namen die mensen misschien herkennen. Je hebt nog een minuutje, Frank. Ik heb nog een minuutje. Ja, dat is natuurlijk weer veel te kort. Dus ik ga dan iets vertellen over... Ik ben gisteren bij Titus Brandsma paviljoen in Tilburg geweest. Met een prachtige kruiswegstaties, maar ook een prachtig paviljoen. En daar hebben ze een hele mooie wisselende tentoonstelling. Die heet Zielenzorg en Zielenmoord. Een tentoonstelling over slavernij in Peerke Donders paviljoen. En dan gaat het er dus aan de hand van Peerke Donders... die dus ook naar Suriname gegaan is om daar missiewerk te doen... van waren die missionarissen nou, hielpen die nou die inboelingen? Of hebben ze eigenlijk hun cultuur en hun eigen identiteit vermoord? Ja. En deze tentoonstelling laat een heel subtiel beeld zien... tussen zielenzorg en zielenmoord. En het is heel klein, je mag ongeveer aan alles komen wat je daar ziet. Zeer de moeite waard op de rand van Tilburg. Ja. Op alles te vinden op... Peerkedonders.nl. Ja. Dus denk ik ben een paar jaar geleden in Zuid-Soedan geweest, Noord-Kenia. En daar ontmoet ik ook mensen. Toen zei ik ook van ja, jullie cultuur, jullie godsdienst is afgenomen. Was dat er niet heel erg door die paters? Mm-hmm. Waarbij ze iemand dan zei, ja maar ik was altijd bang voor mijn God. En nu heb ik een God die van me houdt. En die vond dat een enorme bevrijding. Ja, dus we moeten misschien inderdaad wel waakzaam blijven voor dat zwarte slavernijverleden wat we hebben. Maar we moeten misschien ook niet gaan zeggen dat die missionaris alleen maar slecht dingen. Want Peerke Donders heeft bijvoorbeeld zeer veel hygiëne meegenomen naar die Melaatse kolonies daar. En daardoor is het aantal slachtoffers dramatisch gezakt. Precies. Peerke Donders. Heel goed. Dankjewel, Arjen Broes.